kijkers van Twinity. Mijn naam is Timo en welkom bij een nieuwe serie, een nieuwe video. En dit is echt geweldig. De serie heet The Ultimate Beast. En omdat ik met zo'n beast speel, heb ik mijn zonnebril opgezet. Ik speel namelijk met Ink from Harry Kane. Wat ik met hem ga doen, is een team om hem heen bouwen. Ik speel natuurlijk niet alleen, ik speel tegen Luke FC. Zijn kanaal staat in de beschrijving. Zijn video staat ook in de beschrijving. Wil je weten wat precies alle regels zijn in detail uitgelegd? Dan staat er ook een video naar zijn kanaal in de beschrijving. Ik wil de regels met jullie natuurlijk ook nog even kort bespreken. We hebben 3 afleveringen waarin we een team gaan maken om ons beast. Zijn beast is van Luke, is Ink from Adoris, mijn is Ink from Harry Kane. En ik weet zeker dat Ink from Harry Kane het dit jaar ongelooflijk goed doet. Dus daarom heb ik hem gekozen. In iedere aflevering voegen we 4 spelers toe. Na die 3 afleveringen spelen we een wedstrijd tegen elkaar. En kijken we wie de allerbeste beast is. Naar mijn mening natuurlijk Ink from Harry Kane. Maar Timo, hoe de fuck kunnen we dan 4 spelers per aflevering toevoegen? Is er een manier voor? Ja, met punten. Score 1 doelpunt plus 1 punt. Doelpunt met de beast. Nog een punt erbij. Min 1 voor een nederlaag. Richco de eerste helft 2 punten, Richco de tweede helft 1 punt. Je ziet allemaal op het scherm staan, overwinning 3 punten. En de spelers, hoe voegen we die toe? 1 punt voor een 75 tot 79, 2 punten voor 80 tot 83 en 3 punten voor 84 plus. Dus in ieder geval moeten we wel meer dan 4 punten halen in een aflevering om 4 spelers toe te voegen. Anders ben je gewoon goed gefokt en moet je nog steeds de spelers die in je startersteam staan blijven houden. We spelen in iedere aflevering dus 2 wedstrijden en ja... Dat was het. Leuke serie, man. Wow, exposed. Ik heb 2 brillen op. Wow, wacht. Nee, dat mogen ze echt niet weten. Dat mogen ze echt niet weten, jongens. Ik denk ook echt dat het niet erin komt. Nee, we moeten dus gewoon 4 spelers aan het einde van de aflevering kiezen. Ik vraag aan jullie van, moet ik die 4 of die 4 kopen? Dat je kan niet stellen, ook voorbeelden. Wil je beter uitleggen? Ga dan naar die 4 in de beschrijving, die geeft vast veel beter uitleg. Luke, kijk maar gewoon. We gaan gewoon meteen beginnen, want ik heb heel veel zin om te spelen met mijn Inform Beast. Dit is het team. Ja. Maar om eerlijk te zijn, is dit niet echt het team. Want... Dit is het team! Fuck yeah, bitch. Kijk nou. Fucking veel beesten in 1 team samengezet. We gaan sowieso in allebei de wedstrijden met 8-0 winnen. We gaan ook gewoon maar meteen beginnen met de eerste wedstrijd. We spelen tegen AC Milan met een Nederlands shirt en een USA logo. Nee, andersom, boeit het niet. De eerste tegenstander heeft dat een Italiaans team. Keita, Mertens, Candreva geloof ik. Florenzi, het zijn zijn sterkste spelers. Bonucci en Handanovic moeten pakken zijn. We willen natuurlijk 4 goede spelers. En ik ben mijn zonnebril opeens kwijt. Dus ik kan mijn zonnebril niet opdoen. Kut. Oh. Sinclair. Oh, ja, ja, ja. Oh. Jammer. Nee. Nee. Nee, what the fuck? Hoe kan je die scoren, man? Get die keeper, kerel. Dat kan toch niet? Die keeper is fucking slecht. Kijk nou. Man. Ah, het komt nog goed. Hoop ik. Ja. Oh. Kom op. Kom op. Jetlin. Hup. Dromeen. 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 Jetlin. Jetlin. Aftikken. Ja. 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 Wat de... Maat! Nee! Ga weg! Ga weg! Ga weg! Als deze erin zit! Als deze er... Niks gezegd. Maat! Maat! Alle passen gaan gewoon mis. Je kan zeggen wat je wil, maar mijn passing deze wedstrijd... is nog slechter... dan... Ja! Kom op! Counteren! Kouter, kouter, Harry Kane. Harry Kane. Harry Kane. Harry. Oh. Penalty. Penalty. Ja. Oh my god. Dit is de gelijkmaker van Harry motherfucking Kane. Nu ga je hem maken. Kijk. Oh, hij is zo dom. Daar gaat zijn enkel. Maar hij staat nog op zijn voeten. Harry Kane. Voor de 1-1. Een belangrijke. Deze is perfect genomen. En nu nog goed plaatsen.
Oh, kut, we zijn al begonnen. Nee, kom op jongens, opletten. Nee. Ja, kom op. Counter erop. Gooi die counter erop. Antonio, daar heb ik geen. Niet buitenspel. Doe het dan gewoon nu. Motherfucking heavy. Antonio. Oh, fuck. Zo, geen buitenspel. Fuck, ja. Ja, heb ik in! What the fuck, hoe kan je missen, man? Oh, kutzooi. Fuck, what the fuck. Nee. Ga weg. No. Ik ben er zo klaar mee. Ik ben veel beter. Dit is een tweede schot op doel. Dit is echt een kutwedstrijd, jongens. Dit kan echt niet. Dit kan gewoon echt niet. Kijk die verdediger. Kijk, oh, deze wedstrijd. Deze fucking wedstrijd lijkt helemaal nergens op. Echt waar. Holy shit. Hey, kijk eens, hier is Bogdan. Kom op. Ja, schiet. Holy shit. Dit is de beste kans van de wedstrijd misschien wel zoals voor mij. Met mijn keeper. Ja, dan gaat hij vast pushy doen. Hier, op je mijl. Gauw. Oh, nee. Geen rood. Niet doen. Fuck. Nee, nou. Dat is niet leuk. De wedstrijd is afgelopen. We verliezen lekker met 3-0. Wat een kutwedstrijd. Echt. Zo'n slechte wedstrijd. Twee keer achter elkaar. Na de wager ook al. Het kan gewoon niet. Ik heb voor de opnames ook een paar wedstrijden gespeeld. Het ging perfect. Ik won alles. Ik dacht, de opnames komen nu helemaal goed. En dan verlies ik op zo'n manier. Moet ik ook nog een nieuwe linksback gaan kopen. Maar dat zien jullie wel. Voor de duidelijkheid. Het is nu helemaal geen punten. Want je kan niet in de min gaan met punten. Ik heb niet gescoord. Ik heb wel verloren. Dat betekent min 1. Maar ik had 0 punten. 0 punten dus. Op linksback heb ik Anja gezet. En we kunnen ook meteen beginnen met de volgende wedstrijd. En hopelijk win ik die. Score ik een keertje met Harry Kane. Dan heb ik, als het goed is, 4 punten. En dan kan ik altijd 4 spelers pakken van 1 punt. En ik kan natuurlijk ook een zilveren speler laten staan. De punten vervallen wel na iedere aflevering. En dan gaan jullie een optie voorstellen van welke 4 spelers jullie moeten kopen. Tweede wedstrijd dan, nu hoop ik te winnen tegen een half BPL, half Liga BBVA team. Wel een sterker team eigenlijk dan tegen het team waar we het net tegen speelden, met Vardy en Jackson Martinez voorin. En natuurlijk Sanchez op links mid is best wel een sterk team, maar we winnen. We winnen. Tuurlijk. Anja. Nieuwe speler. Bewijst zich. Oh, doet hij best knap. Paasje, goed gedaan van Anja. Harry Kane. Oh. Ja, kom op. Harry, ik score nooit. Weer een penalty gegeven en wedden, ik mis hem toch weer. Want ik kan niet scoren met het team. Ik kan gewoon niet scoren met het team. Harry Kane, nou, hup, voor de penalty. Als hij mis is, eindelijk een doelpunt. Dan hebben we 1 punt voor het doelpunt. 1 punt voor het doelpunt van Harry Kane. Stel we zouden winnen, dan zouden we al 3 punten hebben. Dan kunnen we tenminste 3 gouden spelers in het team halen. Of een supergoeie gouden speler. Het is beter dan niets, jongens. En we moeten wat. Dus gelukkig, we staan met 1-0 voor. Laten we hopen dat we nog een ander doelpunt met Harry Kane kunnen gaan maken. Weg! Nee, weer rood! Alweer! Maat. Ja, dit is mooi hoor. Sinclair. Dit is een goede actie van Sinclair. Nu haakt hij ook zelf af. Maak het maar zelf af. Sinclair! 2-0. 4 punten in de pocket als we het zo houden. En we moeten dan winnen. En als we nog een doelpunt maken met Harry Kane, hebben we 6 punten. Dit is goed. Dit is bevordering, jongens. De eerste echte doelpunt die niet uit een stille spelsituatie komt. Dus ja. 2-0. Nee. Ja, buitenspel. Nee. Dit is hem. Dit is een doelpunt. Dit is geen doelpunt. Nee, dit is wel een doelpunt. Is het een doelpunt? Het is geen doelpunt. Holy shit. Ja. What the fuck doe ik? Oh, het is een doelpunt. 3 doelpunten. 1 voor Harry Kane. En een overwinning. 5 punten in de pocket. Of ja, ik weet eigenlijk helemaal niet zeker. Ik ga even kijken naar de punten. Deze wedstrijd is in de pocket. En dat is in ieder geval wel heel erg chill. Hop. Die tik je zo uit. Kijk nou. Hij tikt Anja gewoon iedereen uit. En dan wordt hij 4-0. Door Harry Kane. 2 doelpunten Harry Kane.
4 doelpunten in totaal. Een overwinning, sowieso 7 punten deze aflevering. Dat is super chill. 9 punten is het. 12 punten is het maximum wat je nodig hebt. We hebben er nu al 7, dus we kunnen wel wat zieke spelers halen. 4-0 overwinning op dit team. Dat betekent dat we sowieso 4 punten hebben voor alle 4 doelpunten. We hebben 2 keer met Harry Kane gescoord, 6 punten. En overwinning, hoeveel punten was een overwinning? Ik ga even kijken. Dit wist ik even niet. Een overwinning is 3 punten. We hebben gewonnen. 4 doelpunten. 2 keer met Harry Kane. En dat was het. 9 punten. Dat is super ziek. Ik ga nu een paar spelers kopen. Jullie zullen zien wie ik ga kopen. Ik ga echt zieke spelers halen bij het team. Een 4-0 overwinning. Mogen we zeker tevreden mee zijn. Bogdan die het super goed gedaan heeft. En ja, Anja ook. 9.2. Gaat dat nu ook echt helemaal veranderen. Het gaat namelijk van dit naar dit toe. En ik vind het er nu eigenlijk gewoon echt heel erg bies uitzien. Die linkerkant met Anja die het vorige wedstrijd pittig goed deed. Ziet er nu wel echt best wel sterk uit. Ik kan nu ook spelers van de bank soms in mijn basis zetten. De Bai snel. Kan Harry Kane goed aangeven. De Bele goed in dribbelen. Wijnaldum goed in dribbelen. En Company en Kone in de verdediging zijn gewoon twee beesten. Twee grote blokken achterin. Waar bijna niemand langs kan komen. De eerste aflevering is hij geslaagd. Eerste wedstrijd. Totaal niet. De tweede wedstrijd is wel geslaagd geworden. Dus wat voor een plan heb je mogen als jullie dit idee vet vinden. Er komen dus nog 2 afleveringen na waarin ik mijn team af ga maken. Subscribe ook zeker weten even op Lucas. Een linkje staat in de beschrijving. Kan je ook zien hoe hij het gedaan heeft. Hij heeft Inform Allerice zoals jullie weten. En hij gaat precies hetzelfde doen als ik dat doe. Alleen dan met Inform Allerice. En dan kan je ook zien wat voor team hij gaat bouwen. Ik vond het in ieder geval een heel erg leuk idee. Volgende aflevering gaan we weer 2 wedstrijden spelen. Gaan we hopen dat we wedstrijden kunnen winnen. En een ziek team om die in Form Kane inbouwen. Dus vond je leuk, blauw duimpje omhoog, subscribe Twinity. En dan zie ik jullie in een volgende video weer. Later.